In het bedrijfsleven was ik hoofdzakelijk bezig met producten en eigenlijk heel weinig met klanten. Dus ik was constant bezig met druk en producten opleveren en weinig met het sociale kant, met het sociale vlak. En dat heb ik nu, denk ik, door het docentleven wel aardig anders vormgegeven. Toen het gevoel duidelijk was dat ik iets in het docentschap wilde doen, ben ik gaan kijken. En eigenlijk per toeval stond er al vrij snel een vacature op Graafschap College voor docent ICT. Wat vak inhoudelijk gewoon enorm dicht bij mij lag, wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan. Dat sloot gewoon perfect aan. En in de vacature stond ook nog een keer dat het niet per se noodzakelijk was dat je docent was. Dus dan kon daar een traject vervolgen. En dat was een PDG-traject, pedagogisch didactisch getuigschrift. En dat is eigenlijk een opleiding / cursus waarbij je 1,5 jaar eigenlijk wordt geleid om bevoegd docent te worden. En dat is variërend tussen begeleidingsgesprekken tot en met het lesopzetten. Een heel groot voordeel is dat je de relatie heel duidelijk kan leggen met de praktijk. Jongens, dit gaat gewoon fout. Let maar op, ik heb het zelf meegemaakt. Let daar nou op. Bij applicatieontwikkeling, daar willen ze gewoon eigenlijk maar één ding. En dat is gewoon achter die computer kruipen, wat ik eigenlijk niet wil. Hè. Dus dat constant achter de computer en maar typen. En die willen niet functioneel ontwerpen, die willen gewoon meteen gaan programmeren. Ze beseffen uiteindelijk wel dat het belangrijk is. Want ze weten ook, als ze het niet doen, dat die klant kan gaan zeuren. Die kan gaan zeggen, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Terwijl met een functioneel ontwerp je kan zeggen, maar kijk, we hebben het wel afgesproken. Het leuke er ook aan is dat je ook nog de relatie met het bedrijfsleven houdt. Want je hebt natuurlijk wel gewoon je stagebezoeken. Dus ik kom nog wel steeds bij IT-bedrijven en ICT-bedrijven om studenten te begeleiden. En ook, ja, dat is een voordeel als zij instromen, dat je echt wel weet hoe het daar aan toe gaat.